Ja jongens, goed dat jullie kijken naar een nieuwe video van Warzone. Namelijk Sibel, aka Sibel Cam op Insta. Volgens mij heet hij zo op Insta, maar hij is ook in de Discord. En daar heet hij wel goed Sibel. Hij heeft namelijk de Warzone video van afgelopen vrijdag, als ik het niet vergis, geëdit. Ja. Dus hij heeft er een hele leuke verrassing voor mij van gemaakt. Ik weet zelf ook niet wat hij heeft gedaan. Ik weet niet welke clip ik gebruik. Ik weet het gewoon niet. Ik hoop. Dus maar. Ik hoop jullie de video gewoon leuk gaan vinden alvast. Want ik weet zelf ook geen. Ik moet eigenlijk ook gewoon kijken als ik hem straks upload. Wat hij heeft gedaan. Maar hij kan wel gewoon goede dingen doen. Zo, maar dat wil ik eigenlijk vaker gaan doen. Alleen. Ja, nu ook toch merk. Zo, maar tot nu toe heel even over een ander dingetje snel. En dat is, ik heb sowieso een nieuwe loadout. Het is de M13. Ik ga er nog een aparte video over maken hoe dat deze hoe schiet. En alleen ik moet nog wat kleine dingetjes toevoegen waar ik moet levelen. Zo, maar één ding is, ik moet sowieso die Munition. Ja, dat hij meer munition in één klap heeft. Want ik moet naar één naar één iemand moet ik al gaan reloaden. En dan is gewoon de kans klein dat je nog kan gaan schieten. Ja, dan moet ik achter zo'n dingetje gaan. Dus dat is niet echt handig. Alleen, hij heeft gewoon net die aimbotten. Die M13 is zo goed. Je denkt, die M13, die één. Holy shit. Echt zo goed, jongens. Ga hem gewoon proberen. Ga hem levelen. En nog even een ander ding. FIFA komt er gewoon aan. Vanavond. Ja. Als deze video live ben ik hoofdschijnlijk live met FIFA. Ja. Dus FIFA gaan we gewoon weer doen. En we gaan grinden. We gaan gewoon grinden. We gaan gewoon de hele game grinden. Maar ik ga hier dus. My favorite spot. This is better. Why is I hate this buyback. You must be old. Enough money. If you don't have enough, you don't come back. That's the reason that I hate it. And I need another weapon.
Why have... He was so cracked. You cannot see what you have. You don't see it!